Je kijkt naar het Weersjournaal van Weerplaza. Vandaag een dag met op veel plaatsen stralend blauwe luchten. Een heel mooi Hollands plaatje. Op de satellietfoto zien we dat de bewolking hier en daar nog wel aanwezig is. in het oosten-noordoosten van het land. En in het uiterste zuidoosten trekt die bewolking ook nog langzaam weg. Dat betekent voor vanavond en vannacht dat de temperaturen vrij snel omlaag gaan tot dicht bij het vriespunt in het zuiden. En er ontstaat ook vrij makkelijk mist. En die mist die kan wel eens heel hardnekkig zijn en op sommige plaatsen ook verkeersbelemmerend. In het noorden van het land blijft het waarschijnlijk wel vrij helder met temperaturen een paar graden boven het vriespunt. Dan gaan we naar morgen en dan kan mist en nevel dus hardnekkig zijn, vooral in het zuiden van het land. Als de mist echt hardnekkig is, wordt het maar 2 of 3 graden. Naar het noorden toe is de kans op opklaringen groter en in het noorden schijnt de zon van tijd tot tijd. Dan gaan de temperaturen ook meteen omhoog naar 6 of 7 graden. De dagen die volgen een beetje vergelijkbaar weerbeeld zien met woensdag in de loop van de dag meer ruimte voor de zon. Donderdag en vrijdag duidelijker opklaringen met overdag temperaturen van 2 of 3 graden. In de nachten komt het dan tot lichte vorst. En wat gaan de temperaturen dan daarna doen? Nou, het lijkt erop dat het allemaal een beetje hetzelfde verhaal blijft. Een beetje gesudder, tijdelijk wat zachter rond de jaarwisseling, dan is de kans op vorst in de nacht in ieder geval minder groot. En eigenlijk zien we de dagen daarna dat de onzekerheid groot is met maximumtemperaturen, maar ook met de minimumtemperaturen. Laten we dan voorlopig nog maar niets over het weer in het nieuwe jaar zeggen. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.